Jeffrey Young, CEO of Allegro Group. We're the founders of the Amsterdam Coffee Festival. Some of the trends that we're seeing, I mean, the biggest trend that we see is this rise of artisan coffee, the rise of craft coffee, and you know, the 10,000 people that are going to come out here to the Amsterdam Coffee Festival, they're people that are kind of obsessed by learning about coffee, tasting better coffee. You know, there's a real culture around craft across the whole food area, but it's certainly impacting coffee. Het begon van koffies blenden. Ja, dan was het leuk dat je zei, ik heb een blend uit Ethiopië en Brazilië. En de Ethiopische koffie geeft een fruitige smaak aan de blend. En de chocola komt weer van de Brazilië. Ja, dat is nu verdwijnt steeds meer. Het wordt steeds meer single origin. Mijn oma die ging met een fluitketel water koken. En dat ging ze van de kook af over de koffie gieten. Dat doen we nu weer, hè, met die slow koffie allemaal. Alleen dan wel alles 4.0, dus water, temperatuur, dus de techniek gaat nu zo snel, alles is te meten en te wegen en te doen. Big trends towards cold brews, we're seeing matcha lattes, we're seeing a lot more variety coming in and also sort of health trends as well. Je ziet steeds dat de koffies lichter gebrand worden, dat mensen steeds langere koffies trekken. Tot 6 jaar, 5 jaar geleden waren koffies 35 gram uit, soms 30 gram. En tegenwoordig worden de koffies steeds langer gezet. There's a whole lifestyle around coffee. Now, this city is, and the Netherlands has had a very strong coffee bar culture in any case. On a global scale, coffee bars have become really the new pub. They've become the place where people like to be for many parts of the day, and they connect communities. Wat ik een van de tofste dingen hier vind is die modbar die ze hier hebben staan. En een modbar is eigenlijk een soort van nieuwe espresso machine. Heel anders dan een normale espresso machine. Vroeger hadden we een hele kast op je bar staan. En tegenwoordig is alles weggewerkt eigenlijk onder de bar. En daardoor heb je veel meer interactiemogelijkheden met je klant. Omdat je niet de hele tijd met een machine tussen je in staat. Dat vind ik wel heel tof en heel strak. En ik denk dat we dat wel vaker gaan zien de komende jaren. The baristas become the pivotal point for the building of the community. The dialogue with the barista, to talk about the story of the coffee. But also, a lot of people go back to their coffee place because they like the people making the coffee. And also because they know and trust that that person makes the best coffee.